A new fashion season has opened. Het nieuwe modeseizoen is geopend en de shows zijn geweest. De collecties druppelen langzaam de winkel binnen. En ik zit met mijn hoofd echt al helemaal bij herfst-winter. Wat kleren betreft dan, de rest hoef ik niet. Dus het leek me leuk om samen met jullie eens te kijken naar wat nou de grootste fall-winter trends zijn voor het komende seizoen. De eerste trend die ik met je wil bespreken, die voor mij echt een plek in mijn hart heeft, niet boobs, maar is moody florals. En wat ermee bedoeld wordt is bloemenprints, maar dan op een veel winterse, meer sombere manier dan de zomerse florals. We kennen die natuurlijk veel met rood, roze, geel, wit, blauw, dat soort felle kleuren. En dit najaar zie je ze ook veel in bruin tinten, grijs tinten. Echt een beetje met een soort vintage look, alsof ze uit je oma's kast komen. Ik vind dat vaak ook heel chic, vooral ook in combinatie met bijvoorbeeld stoerdere items, zoals een bomberjack. Dit is bijvoorbeeld een floral jurkje uit de herfstcollectie van Zara, wat ik heel Balenciaga-achtig vond. En dat combineer ik dan, als we het najaar ingaan, met een groen bomberjack en stoere bikerboots. Ze zijn dus iets minder blij en iets meer retro dan de bloemenprints die je kent. En dat geeft ook een heel tof grunge gevoel. De kleur voor het komende seizoen is, tromgeroffel, rood. Dat is natuurlijk een kleur waar best veel mensen een beetje van schrikken en waarvan ze denken, hoe combineer ik dat? Is het niet te schreeuwerig, te opvallend of zelfs ordinair. Maar rood is echt een kleur die je bij heel veel shows op een hele toffe manier zag. Bij Fendi hadden ze bijvoorbeeld over nielaarzen die super opvallend waren en die we echt heel veel gaan zien, denk ik, nog in de bladen. Bij Givenchy hadden ze een hele lange rode jas. Ik moet zeggen dat ik rood altijd een beetje heftig vond en ik wist ook niet zo goed hoe ik het moest combineren, maar de laatste tijd val ik echt mega voor de combinatie rood met lichtroze. Vind ik zo'n leuke kleurencombinatie. Ik had gisteren zelfs nog, trendsetter die ik ben, een rode broek aan, donkerrood, met een lichtroze t-shirt. En dat vond ik echt super cool staan. Rood is echt de kleur voor het seizoen. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dan een trend waar ik natuurlijk ook enthousiast over ben, want die heeft te maken met metallics en space accenten. We hebben heel veel metallics gezien eigenlijk al de afgelopen jaren. En die zijn er nog steeds. Vooral op het gebied van schoenen en accessoires zijn goud, zilver, glitter, maar ook metallic blauw bijvoorbeeld nog steeds super hot. Chanel heeft hele duidelijke space invloeden en Saint Laurent heeft natuurlijk ook altijd items met sterren en in metallics die heel erg dat space gevoel benadrukken. En natuurlijk niet te vergeten de boots van Balenciaga, die helemaal in een soort zilver spiegelend leer gemaakt zijn. Fantastisch cool, echte space boots. Dus daarmee zit je nog steeds goed. Dan een trend die ik zelf wat moeilijker vind en ik denk veel van jullie ook. Het is ook een trend waarvan je denkt, ja, gaan mensen die echt dragen? Net zoals die corsetten vorig seizoen, die we uiteindelijk toch wel echt veel zagen over basic t-shirts en over sweaters. En dit seizoen is dat de Victoriaanse kraag. Het doet een beetje denken aan de trompetmouw, maar dan om je nek. Wat we natuurlijk al veel hebben gezien zijn van die hele opvallende turtleneck. En nu is het dus dramatische kragen. Het liefst ook heel hoog. Het liefst ook met een Victoriaans gevoel. En we zagen dat bijvoorbeeld bij Galliano, bij Kenzo. En ik denk ook dat er ongetwijfeld een high street vertaling van deze trend komt. En ik kan me voorstellen dat Mango dat bijvoorbeeld gaat oppakken. Een andere trend voor het najaar is leer. En dan heb ik het over hele lange leren jassen, lange leren rokken, leren broeken, maar ook lakleer. Dat is nog steeds een mega trend voor het komende seizoen. En dus ook die hele lange jassen die voor mij echt een Matrix vibe geven. Maar die ik ook wel interessant vind op de een of andere manier. Want het zit hem natuurlijk heel erg in de styling. Leer is natuurlijk een materiaal wat eigenlijk vrij tijdloos is. Dus dat is zeker iets waar ik ook wel in zou investeren. Zoals een mooie leren jas of een mooie leren broek, een mooie leren rok. Dat zijn dingen die je eigenlijk elke winter wel weer wilt dragen. Ik heb zelf nu een lakleren rokje ingeslagen. En dat vind ik echt mega tof, omdat het echt een statement maakt. En je kan het daarom heel tof dragen met gewoon een t-shirt of een hele grote wollen trui of een sweater die je er een beetje in propt. Nou moet ik wel zeggen dat je bij elke stap een soort geluid maakt. Het is heel squeaky. Dus mensen weten ook altijd waar je bent. Dus op zich best handig. Lakleer, superleuk. Ook maakt het veel lawaai. Vorig seizoen hadden we het natuurlijk heel erg over de lace-up. Dus de veters in tops, truien, jurken, sweaters, dat soort dingen. En die
is on its way out. Het gaat nu helemaal om knoopjes. En dan voornamelijk ook in jurken, in rokken en in broeken. Waarbij je dus zelf kan bepalen hoe hoog je wil dat de split is. Dus je kan er echt een beetje mee spelen. En het betekent ook dat een kledingstuk, nou ja, op verschillende manieren te dragen is. En heel netjes kan zijn, maar ook heel spannend kan zijn. Want als je een rok hebt die je helemaal naar beneden dichtknoopt, is het gewoon een mooi detail. Maar als je zorgt dat je een hoge split hebt, wordt het opeens best wel sexy. Ik vind die knoopjes echt heel tof en ik vind ook dat het een hele luxe uitstraling heeft. En dat heb je bij die vetertop soms toch wat minder. En ik vind die knoopjes gewoon mega vrouwelijk en sexy. En je hebt ook meteen een soort illusie van, oeh, gaan ze nog open of wat zit eronder? Dus ik vind dat wel heel tof. Een andere hele grote trend van het moment en eigenlijk soort van de grootste tendens in de mode op het moment is dat er niet meer echt normaal is. Wat je heel erg ziet is dat vrij simpele items, zoals een blazer of een lange jurk, een twist krijgen en dat er iets mee gedaan wordt, waardoor het niet meer echt binnen het kader past zoals je het kent. Dus bijvoorbeeld een mooie jurk, maar dan heeft hij maar één mouw. Of je hebt bijvoorbeeld een blazer waarbij de mouwen van een andere stof zijn. Of een jurk waarbij de rand aan de onderkant opeens van een andere stof is. Het is heel erg knip- en plakwerk, waarbij dingen achter ze voren worden gedragen, binnenste buiten, opnieuw erop genaaid worden, zakken eraf, zakken erop van iets anders. Het is heel erg spelen met stoffen en combineren van meerdere items in één kledingstuk. Ik denk dat dat echt wel een beetje gestart is door Vêtements. Die natuurlijk heel erg die jeans helemaal binnenste buiten en achterste voren hebben gekeerd. Die tendens van standaard items die je kent op een andere manier dragen en designen, die is echt wel doorgecijpeld naar de hele modewereld. En ik vind dat heel tof, want het betekent dat je op een hele creatieve manier naar je favoriete basics kan kijken. En voortbordurend op de trackpants trend van afgelopen seizoen gaan we gewoon weer opnieuw in trainingspakken de straat op. En dan wel graag een dressed-up variant. Dus je ziet ze in sequins en je ziet ze met hakken eronder. Of in velvet of van suède. Het is eigenlijk die hele chille vorm van een trainingspak, maar dan in een luxe stof of in een mooie print uitgevoerd. En het leuke daaraan is natuurlijk wel om het te stylen op een manier die echt funky en echt modisch is. Dus met mooie schoenen eronder, toffe make-up, mooi haar. En dan kan het echt heel tof zijn op een soort Rihanna-achtige manier. Andere trend is, eigenlijk komt hij elke winter terug in een andere vorm. De bontjas, wel nep natuurlijk, altijd nep. Maar dan niet in die felle kleuren en hysterische prints, hoewel dat ook geweldig is. Ik heb net een fel roze aangeschaft. Maar wat we nu vooral zien zijn die klassieke modellen in klassieke bruin tinten. Eigenlijk alsof ze hartstikke oud zijn en je toevallig in Amerika op een roadtrip was en bij een yard sale belandde en daar van een oud vrouwtje een oude bontjas vond. Die look meer. Echte klassiekers, maar dan natuurlijk niet in echt bont. Vaak zijn ze ook wat langer. En dat geeft ook meteen een super dramatisch effect waar ik echt van houd bij jassen. Want omdat je zoiets zo vaak aan hebt, vind ik ook dat het best wel een statement mag maken. Een andere grote trend waar best wel veel om te doen is, is t-shirts met een politieke slogan erop. Zoals Dior die het t-shirt uitbracht met "We should all be feminists." En zo zijn er een heleboel t-shirts bij de grote designers gezien die echt een politiek statement maken. En daar is natuurlijk best wel wat van te vinden, want het idee dat je $700 betaalt voor een t-shirt met zo'n print erop is een beetje krom. Hoe dan ook vind ik het gewoon ontzettend gaaf en stoer en sterk dat designers zo'n statement durven maken en een soort positie durven innemen. Dus ik denk dan toch elke positieve stap is er eentje. En ik vind het ook wel heel interessant om te zien hoe graag mensen willen laten zien dat ze bijvoorbeeld in een vrouwenbeweging of in feminisme geloven en hoe belangrijk het is om daar ook stellingen in te nemen. Dus ik vind dat een hele interessante trend waar ik misschien ook wel meer over zou willen schrijven. Over hoe feminisme eigenlijk een soort trend is geworden en of dat nou goed of slecht of neutraal is. Maar een trend is het in ieder geval. En dit waren ze, een paar van de grootste trends voor het komende najaar. Ik ben natuurlijk super benieuwd welke jij tof vindt en waarvan je denkt, nou, absoluut no way. En het leuke is ook wel dat je echt alle kanten op kan. Er zit denk ik voor bijna iedereen wel iets bij en je kan het heel erg naar je eigen smaak tailoren. Je kan het heel heftig maken met rode over knee boots, maar je kan ook een klein rood accent aan je garderobe toevoegen, zoals een sjaal of een tof petje. Je kan kiezen voor toffe vintage jeans met een enorme bontjas, maar ook voor een gek trainingspak met mooie hakken eronder, maar ook voor een klassieke leren kokerrok met een simpel t-shirt erop. Echt alles kan en we vieren echt de mode en individuele stijl en dat vind ik heel erg cool. Dat zie je natuurlijk ook heel erg terug in de trend waarbij simpele items een nieuw leven en een nieuwe draai krijgen. We zijn altijd op zoek om hetgeen wat we kennen op een nieuwe manier te zien. En dat maakt mode natuurlijk heel erg leuk.
Ik hoop dat je een beetje geïnspireerd bent voor het komende seizoen. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En natuurlijk vind ik het superleuk als je je abonneert op mijn kanaal. Dus vergeet dat ook niet voor nog veel meer leuke modevideo's die eraan komen. Ik zie je in de volgende. Doeg!